Als je zo'n festival als De Beschaving hebt, dan mag je natuurlijk toch de belangrijkste man van de dag niet vergeten, André Baars. Het is een succesje vandaag, al kijken we alleen al naar het weer. Ja joh, ik ben euforisch op alle fronten. En dat begint bij het weer. En de mensen, het programma, het is fantastisch. We maakten net ook even een belangrijk quoteje toch van je mee. Als het is uitverkocht, gaan wij er steeds meer naar streven om er een meerdaags festival van te maken. Ja. En je zei ook, het is vandaag nagenoeg uitverkocht. Dus volgend jaar ben je de pineut. Ja, nou, je zou het bijna zeggen, ja. Het is, nou, ik heb die ambitie echt al super lang, weet je wel. Maar ik heb het nooit gedurfd, omdat ik bang was dat het publiek zich zou gaan verdelen. Dus ik heb altijd gezegd, we moeten uitverkopen. En als we dat voor elkaar krijgen, dan kunnen we groter worden en in een meerdaagse setting. En misschien is het volgend jaar al. Ik verwacht eerlijk gezegd dat het pas in 2015 kan. Laat ik daar eerlijk over zijn. Precies bij het 10-jarig jubileum dat je het dan gaat doen. Nou, dat was een foutje van net, want dit is de 9e editie. Dat is de 9e editie? Ja. Het was toch de 8e? Nee, ja, dat werd net gezegd, maar het is de 9e, als ik me niet vergis. En volgens mij bestaat 10 jaar, kunnen we moeilijk over doen, maar het komt er wel aan, 3 dagen. Ja, precies. Dan wel 2, 3 dagen. Het mag voor mij ook 4 dagen zijn, maar... Het moet gebeuren. Moet je kijken wat wij opbouwen voor 1 dag. We zijn met z'n allen een week aan het beulen om dat neer te zetten. En het kost ook wat natuurlijk. En we vragen ons elk jaar weer af, halverwege de bouw, van wat zijn we in godsnaam aan het doen voor 1 dag. Dus dan moet het toch ooit een keer meerdaags gaan worden. Ja, want anders begint het dadelijk tegen te vallen en wil je het helemaal niet meer organiseren. Dat zou zonde zijn. Die kans acht ik heel klein. Voor vandaag, waar kijk je nou zelf op zo'n festival het meest naar uit? Ik bedoel, je organiseert alles, je bedenkt het, je hebt een vinger in de pap, maar er moet toch een pareltje tussen zitten waarvan jij zegt ja. Ja, inderdaad. Maar het is zo'n moeilijke vraag, jongen, die je me nu stelt. Ah, kom op, je weet het antwoord wel. Nou, weet je waar ik super trots op ben? En we hebben topprogrammeurs, dat zijn de 1975. Ik vind het echt super vet dat we die hebben, want ik weet zeker dat het een grote... Ik weet niet zeker, maar ik denk zeker... Ze maken goede muziek, dus daar kan het niet aan liggen. Precies, en vorig jaar hadden we Al J en dat ging in één keer sky high. En ik voorspel dat de 1975 dat ook gaat doen. Dus ik ben eigenlijk heel erg trots dat we dat nu hier hebben. Zie je wel dat je wel weet wat je pareltje is? Ja, precies. Je mag het alleen niet hardop zeggen eigenlijk, hè? Nou, eigenlijk is alles wat we hebben staan zijn pareltjes. Maar de ene is net iets groter dan de andere. Als je nou zo'n dag dan organiseert, ben je er natuurlijk heel druk mee bezig. Maar op zo'n dag zelf, maak je het nou eigenlijk ook nog mee? Ja, daar heb ik het toevallig net nog met iemand over gehad. Dat je werkt een jaar lang de blubbers voor 1 dag. En dan begint het en dan besef je eigenlijk helemaal niet waar je in zit. Want eigenlijk hoor je dan... te genieten van alles wat er gebeurt, maar je bent zo bezig dat alles goed gaat in het begin. Dus ik begin nu een beetje tot me door te dringen. Nu ik net dat programma gehad heb, het begint nu door te dringen. Ga ik je niet langer lastigvallen, geniet er ook van vandaag en we zien elkaar volgend jaar sowieso weer. Hartstikke tof. Maar goed, dankjewel.